compacte crossovers, dat is het segment waar je de laatste jaren moet zijn als volumemerk. En des te opmerkelijker dat Volkswagen daar afwezig was. Nou, beter laat dan nooit, heb ik gedacht, want hier is hij dan vanaf vandaag, de T-Roc. En je moet ze nageven, Volkswagen weet wel te verrassen. Want toen ik hierheen kwam, verwachtte ik een soort Kadjar killer. Dus eigenlijk een auto op basis van de Polo. Maar onder deze koets zit geen Polo, maar een Golf. Is het dan een SUV Golf? Nee, want daar heb je Tiguan al voor. En deze wagen is iets lager gepositioneerd. Dus het is eigenlijk een beetje een tussenvorm. Denk eerder aan een Toyota CHR. Dus eigenlijk een soort spagaat tussen B- en C-segment. In elk geval een heel bijzonder ding. Het is een auto die moet stoer zijn als een SUV. Met die daklijn moet het een soort hatchback, een sportieve hatchback zijn. Volgens mij hebben ze gewoon heel goed over de schouders van Audi gekeken. Want ik zie gewoon een Q2 met een ander snoetje. En dat zit natuurlijk vooral in die dakpartij die hier relatief schuin afloopt. Je hebt hier die heel bijzondere C-stijl met dat lijntje die je omgekeerde haaien vindt. Nou, voor de rest wel apart. Deze lijnen die moeten kracht uitbeelden hier. Deze welvingen. Grote wielkasten die dankzij deze mascara nog een keertje extra dik lijken. Al met al gewoon een dikke, stoere auto. Ook de verhoudingen klopt wat dat betreft. Hij is wat korter dan een Tiguan, maar hij is wel heel breed en relatief laag. En dat maakt hem een verschijning om te zien. Nou wil het bij Volkswagen van binnen altijd wel eens wat tegenvallen. Het is vaak een beetje grauw, grijs en saai. Goed, maar saai. Nou, zo niet hier, want je hebt hier met heel veel panelen op het dashboard, op de middenconsole, hier op de portierbekleding, panelen in de kleur van de lak. En dat maakt het heel fleurig. Jammer dat hier af en toe wat goedkoop plastic tussen zit, maar voor de rest ziet het gewoon erg leuk apart uit. Een beetje als de nieuwe Beetle eigenlijk. Nou, voor de rest kun je hier de duurdere versie dan een compleet digitale klokkenwinkel krijgen. Je hebt hier twee USB-aansluitingen. Hier is het vakje voor je telefoon waar niet alleen een inductielader in zit, maar ook een aansluiting voor een externe antenne. Dus dat betreft zit het al goed in elkaar allemaal. Volkswagen zet ook hoog in op veiligheidsvoorzieningen. Standaard bij elke T-Roc is City Brake System. Een soort systeem ook daarnaast wat remt na een botsing, zodat je niet verder doorschiet. Rijbaanhulp is standaard en een aantal andere dingen zijn tegen meer prijs ook leverbaar. Maar ik wil even kijken achterin, want die schuine daklijn, dat belooft vaak niet veel goeds. Kom mee. Maar hey, dat valt alleszins mee hoor, want ik zit achter mezelf nu. Ik heb behoorlijk wat beenruimte en ik heb zelfs heel veel hoofdruimte. Dat zou je niet verwachten met zo'n lage daklijn. Die lage daklijn is dus eigenlijk maar schijn. En dan denk je, dan blijft er zeker niet veel kofferruimte over. Nou, 485 liter, dat is echt enorm voor deze klasse. De T-Roc wordt leverbaar met een zestal motoren, 3 benzine, 3 diesel. In beide gevallen, benzine of diesel, gaat het om 115, 150 of 190 pk. In beide gevallen geldt dat de lichtste versie alleen maar leverbaar is met handgeschakelde zesbak en vierwielaandrijving. De zwaarste alleen maar met DSG 7 traps en met vierwielaandrijving. En met de middelste kun je zelf helemaal configureren. Vanaf november rolt hij uit op de Nederlandse wegen.